Hier zie je de winnaars van de meest begeerde prijzen van Belgisch film, want hè, zo is het. Hè? Naar horen. Was dat verwacht, zeggen ze dan? Was bij u verwacht? Nee, totaal niet. Want wij zijn bachelorstudenten allebei. Dus wel zoiets van, elke master gaat zijn film ook indienen. Er zijn heel goede masterfilms gemaakt geweest, dus voor mij was het totaal niet verwacht. Ja, voor mij in de absoluut verste verte totaal geen benul, geen idee. Omdat, ja, ik ben nooit op een festival geraakt, dus ik dacht, ja, dat is hier gedaan. Fini. We zijn toch nog voor die wildcard ingestuurd, gewoon al om die film te kunnen vertonen, dat er een publiek zou zijn. Dat vond ik al geweldig. En toen ik aan die wildcard jury zag, dan dacht ik, oh, Carcassonne gaan we een film zien, Gus van den Bergen, Kaat Deels, Sam Lewijk, die gaan allemaal niet mijn film kijken. Dat vond ik al een prijs op zich. Ja, en dan kwam dat telefoontje. Hartstilstand. En dat was op mijn verjaardag. Wow. Dus al die andere verjaardagen die nu gaan komen, dat zal nu hetzelfde zijn. Zo, ik kom nog even bij jullie staan. Hebben jullie al plannen met de 60.000 euro? Aan het schrijven, maar dat was ja, nog niet echt concreet, maar gewoon ja, hopelijk een nieuwe film maken. Oké. Okay. Is bij jou al concreter? Ik ga de Efteling kopen en ik ga daar heel veel films draaien. Oké, okay, de Efteling kopen mag dat met het centrum van het FAF ook niet. Andere plannen dan? Hetzelfde probleem als Bram. Eerst nog de masterfilm en dan vliegen we erin. Oké. Okay. Goed, dus geef ze een daverend applaus. Emily Verhamma en Micha van Ostaren. Jij was natuurlijk al de bekroningen gewoon, hè? Nee, ik bedoel, het kan dat zelf een heel grote verrassing op zich ook. Dus ik hoopte alleen maar dat het niet, dat ik niet een eendaags vlieger zou ging zijn, of dat ik zo één film. Dus ik was heel onzeker om een tweede film te maken. Dus het is wel fijn dat ik ergens zo meer vertrouwen nu heb, dat ik misschien toch nog mag verder blijven vertellen. Dat had ik wel nodig. Ja, dat is wel fijn. Jij stond achter de camera bij... Ja. En wat heb jij gedaan voor hem? Setfotograaf. Ja. Eerst ging ze mijn regieassistent worden, maar... God, het was zo vermoeiend met haar set. En ik denk dat we toen elkaar ook al niet meer konden uitstaan. Dat is geen goed idee. Okay. Geen goed idee zou zijn. Maar ook omdat ze snel aan haar film moest beginnen, want ze had heel veel materiaal om te monteren. En ik dacht... En ik wou het haar niet aandoen om de stress nog eens... Want de regieassistent is eigenlijk de persoon die alle stress moet opvangen van de regisseur. En ik weet dat mijn regieassistent, dat zal een heel straffe zijn. En die heb ik gelukkig kunnen vinden. Ja. Zij was niet straf genoeg. Ze is zeker straf genoeg, maar ze had nog andere kopzorgen. Ja. Fijne samenwerking toch. Hè? Het was ambitieus in de cameravoering die ik toch wou doorvoeren. Omdat het concept van het verhaal eigenlijk ook bij mij, like bij mijn vorige film, ik probeer dat zoveel mogelijk door te trekken, wat niet altijd even gemakkelijk was. Er zijn momenten waar het goed is gelukt, er zijn momenten waar het ook niet zo goed is gelukt. Maar we hebben wel plezier gehad en dat is voor mij nog altijd het belangrijkste als je een film maakt. Dus ja.